Hey, hallo allemaal, welkom terug. Ik ga vandaag beginnen met de Coco-serie. En daar ben ik al een tijdje van plan, maar omdat mijn tent altijd vol heeft gestaan, heb ik er eigenlijk vrij weinig tijd voor gehad en plek voor gehad. Maar omdat mijn tent dus nou leeg begint te raken, ik heb nog maar twee planten erin staan, zoals jullie al hier kunnen zien. Dat zijn de Juggernaut-kruisingen of de kruisingen van een Juggernaut. En die plant die is nou zijn vruchten af aan het geven. Dus wanneer die dus daar helemaal kaal gestript is, van de vruchten gaan de planten weg. En dan heb ik een lege tent voor voorlopig. Dus en dan is het gewoon leeg. Ja, het is op een gegeven moment wel handig dat ik ook weer verder ga met de volgende productie. Want ik wil in de winterperiode, dus wanneer het daar echt koud is, ook nog planten hebben binnen die ook nog een keertje aan het produceren zijn. Dus daarvoor ben ik bezig met een Coco-serie, want hydroponics is wel leuk om binnen te doen en ik heb het al jaren gedaan. Altijd zulke planten, altijd topkwaliteit pepers en de voeding die ik gebruik die is uitstekend. Maar pH-metingen verrichten iedere keer, schimmels krijgen, die dingen allemaal, dat is een beetje irritant. Ondanks dat hydro echt ontzettend mooi werkt wanneer het werkt. Potgrond gebruiken is ook zwaar irritant, want dat is ieder jaar hetzelfde probleem. Elke keer doe ik ze opkweken voor de Urban Pepper Garden. En ja, de vliegen die eruit komen, dat is gewoon overweldigend op een gegeven moment. Buitenom dat is mij gevraagd geworden door een aantal mensen die dus ziek zijn, of ik een keertje met kokos wilde kweken. En hun gaan dit dus volgen, zodat hun ook plantjes kunnen opkweken. En geen insecten of geen problemen gaan krijgen in hun woning met de aandoening die ze hebben. Ik weet overigens niet wat ze hebben, maar dat is mij dus gevraagd. Dus daarvoor heb ik besloten om met Coco te gaan werken. Maar voordat we überhaupt de potten gaan vullen en modificeren enzovoort, ga ik dus eerst de pepers uitzoeken die ik dit jaar ga doen. Maar ik ga dus de jalapeno Numax Pumpkin doen, de peach cheddar pita. De appelpeper, de Buchiloquia karamel, de Devil's Bread, niet te vergelijken met de Dragon's Bread, want dat is een compleet andere peper. Hij bestaat wel, maar hij wordt nog steeds niet verkocht overigens. De Ricotta San Isidro en de Ricotta de Seda, als ik het goed uitspreek. Maar ik krijg regelmatig de vraag van hoe zien Chirapita-zaden eruit, want het zijn kleine pepertjes en er zit niet veel zaden in de peper. Dus ja, dit zijn Chirapita-zaden, dus ze zijn ontzettend klein. Camera lijken ze ontzettend gewoon dicht op de lens heb, maar dit zijn dus de zaden van Numax Jalapeno. Dan zie je het verschil gelijk. Maar zoals gewoonlijk ga ik ze dus op GO Root Boost of Root Plus zetten. En de reden waarom ik het gebruik is omdat ik er altijd hele goede resultaten mee heb. En het is wel erg prettig als je een product hebt wat gewoon iedere keer presteert. En ja, ik zie het gewoon iedere keer terug dat gewoon de pepers ontzettend snel uitkomen. Maar van de andere kant, het is ook best duur. Dus ik gebruik het alleen maar voor in het begin van de peperplant. Om de ontwikkeling van de plant te boosten en voor te ontkiemen. Kijk, dit is de peach cherry. Maar ja, ik heb dus alles in Ziplocs gedaan. Ik heb grote Ziplocs gebruikt omdat ik zakdoekjes erin wil gaan doen. Omdat ik altijd in zakdoekjes doe ontkiemen. De originele Ziplocs die gooi ik weg, die worden gerecycled. De ampul, wanneer die morgen dus klaar zijn werk heeft gedaan, wordt die schoongemaakt, wordt ook gerecycled. De grote Ziplocs zou je eventueel een aceton schoon kunnen maken daarna, wanneer het ook alles ontkiemd is, wat dan ook. Dus ja, dat maakt verder eens niet uit. In ieder geval. Wanneer dit
24 uur geweekt heeft, dan zal ik terugkomen en dan zal ik ze op zijn zakdoekjes doen. Dus voor jullie is dat nu. Leuk, hè? Editing. Maar ja, ik ben dus na ongeveer tussen de 14 en de 16 uur verder. Ik heb de tijd niet echt bijgehouden. Maar de meeste zaden zijn dus allemaal ondergezakt zoals het hoort. Ze zitten dus allemaal onderin. En dat is meestal het teken dat de zaden dus volledig geweekt hebben. Er zijn enkele waar nog een aantal van drijven, vooral bij de jalapeno's. Er drijven nog een enkele, zoals jullie hier kunnen zien. Maar ook daarbij zijn de meeste wel gezakt. Bij jalapeno's komt het wel vaker voor dat ze drijven, omdat het heel veel zaden produceert. Of één jalapeno produceert heel veel zaden. Dus niet alle zaden zijn altijd kiemvatbaar. Dus daarvoor krijg je ook meestal een hoop zaden bij bedrijven die jalapeno's verkopen enzovoort. Dus gewoon de kansen te verhogen. Maar over het algemeen, de meeste zaden zijn allemaal gaan zakken. En wat dus eigenlijk een indicatie is dat ze allemaal kiemvatbaar zijn. Dus ik ga ze nou allemaal uit de ampullen halen. En de vloeistof van Geo Root Booster vang ik op in een klein potje. Daarna spoel ik ze af met gewoon normaal leidingwater. Je kunt ook gedemineraliseerd water gebruiken als je dat leuker vindt. En daarna gaat het dus gewoon op een zakdoekje. Zoals ik dus straks al aangaf bij het eerste gedeelte. Ik ga gewoon alles overzetten naar zakdoekjes. En je hoeft het wiel niet nog een keertje uit te vinden. Dit werkt prima. En voor de mensen die altijd zeggen, ja, maar de wortels groeien in de zakdoekjes. Wanneer dat gebeurd is, knip je gewoon een rondje uit. En het zakdoekje is niet meer dan cellulose. Dus wanneer je het in de grond doet, dan verteert het even goed weg. En je plant ontwikkelt even goed nog. Dus dat is allemaal verder is geen probleem. En als je van die cartoon pads hebt of whatever. Waar ze dus make-up mee verwijderen, dan daar groeit het ook in. Alleen, dat is wat lastiger mee. Maar ik gebruik die meestal alleen maar om zaden mee te testen. Ik gebruik de zaden 9 van 10 keer, daar toch niet meer. Dus ja, ik ga nou even alles overzetten van vloeistof naar zakdoekjes. Dus voor jullie is dat een timelapse. Oké, het was even een half uurtje werken zo, om de zaden allemaal in hun verpakking te krijgen. Maar ze zitten er allemaal in. Ze zijn afgespoeld geworden, want ik doe het altijd wel. Want de Root Booster heeft ze weer gedaan. Dit gaat overigens gewoon in een oude fles. Eentje die ik schoon heb gemaakt van tevoren. Ik doe dit in ieder geval niet meer terug in de originele fles, dus in deze. Want zaden, er zitten bacteriën aan, die dingen allemaal. En dit is toch organisch en ik wil het eigenlijk zo lang mogelijk schoon houden. Dus ik doe het gewoon in een oude fles en ik gebruik het gewoon op tot het op is. En daarna ga ik weer verder met het nieuw product. Maar hier zit gewoon het afvalwater in. In dit geval noem ik dit afvalwater omdat er gewoon ook een beetje Root Booster bij zit. Maar wat ik daar ook doe is gewoon de boel schoonmaken en het water wat hierin zit, dus ik gebruik geen zeep of wat dan ook, maar water wat daarin zit, dat wordt gewoon gegeven aan de planten, dus je gooit niks weg. Dit is de Numax Jalapeno Pumpkin Spice. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar. De Buchiloki Caramino, de appelpeper, de Devil's Breath, Ricotta San Isidro, Ricotta de Sada. En de Peach Cheddar Pita. Dus deze gaan gewoon in de tent. Of op een plek waar het gewoon lekker warm is. Voor net zolang dat ze allemaal uitgekomen zijn. dan ga ik ze overzetten in potten. En dat wordt het volgende filmpje dan. Maar in de tussentijd kunnen mensen dus dit gewoon in principe nadoen. En vooral de mensen die mij hebben gevraagd of ik een keertje wil met koken wil beginnen. Dan het volgende, ik ga de kokervezel van Plagon gebruiken. Dat komt allemaal wel in het volgende filmpje, daar ga ik dan ook wel meer over uitleggen.
Dus, want hier zit 0% voedingsstoffen in. Hij is schoongemaakt, er zitten stabilisatoren in, dat het pH stabiel op 6 houdt. Nou weet ik dat als puntje bij paaltje gaat komen, de Plagon zegt dat het alleen maar bij hun voeding is. Maar er zitten in ieder geval stabilisatoren in. Buitenom dat, er zit ook een stof in dat schimmels en bacteriën tegenhoudt, dus de groei daarvan. Dus daarvoor heb ik voor deze gekozen. Voor de mensen die dus ook met koken willen gaan beginnen en dezelfde techniek hier gaan beginnen waar ik nou mee bezig ben, hou er rekening mee dat de kokervezel die je gebruikt, dat er 0% voeding in staat. Beter gezegd, bij Plagon zijn ze zo vriendelijk geweest om bij een meststof 0 neer te zetten. Maar niet alle voedingsstoffen of niet iedere verpakking geeft aan dat er voedingsstof in zit. Maar Plagon geeft duidelijk aan dat er niks in zit. Dus dat is de reden waarvoor ik voor Plagon heb gekozen. Houd er wel rekening mee, het is ontzettend duur. Het is 50 liter en kost een tientje. Dus het is niet goedkoop. Maar ja, je kunt er lang mee vooruit, want ik ga gewoon opkweken in kleine potjes. Ik zal waarschijnlijk tot en met 2,5 liter gaan. En er zal waarschijnlijk ook per liter aan toegevoegd worden. Want ik weet niet hoe vast deze stof is. Ik ga de zak pas openmaken op het moment dat ik het nodig heb. Dus dan zie ik het pas. Maar ik ga waarschijnlijk per liter aan toevoegen om het iets luchtiger te krijgen. En als er nog mensen zijn die producten moeten gaan kopen, zoals GRE of Plagon of voedingsstoffen of de kokervezel of wat dan ook. Die kunnen dat tegenwoordig doen bij Cityplans met een kortingscode van 5%. De kortingscode is DPL 2019. Ik zal hier neerzetten. En dan krijg je 5% korting. Buitenom dat voor nieuwe klanten, die krijgen dus ook een klein gietertje toegevoegd. En dan kun je op een fles zetten, door te knijpen of wat dan ook, kun je water geven. En dus gewoon makkelijk te doseren. Dus ik vond het wel een geinig iets als ze dat toe hebben gevoegd voor de leden van DPL. Dus wat dat betreft is dat helemaal top. Maar nogmaals, heb je nog producten nodig voor hydroponics, voor peperplanten of andere planten? Heb je nog voedingsstoffen nodig? Ik zou even kijken bij Cityplants met de kortingscode DPL 2019. Krijg je 5% korting, groepskorting van DPL uit. Maar ja, het volgende filmpje over de Coco Loco serie. Het zal waarschijnlijk over een paar dagen gebeuren, misschien een aantal weken. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren voordat ze uitkomen. Aangezien dat ik deze soorten nog niet eerder heb gedaan. Maar ja, dat zal er binnenkort komen. Dus wat dat betreft, tot de volgende keer.